In deze video gaan we aan de gang met werken aan de lange teugel. Dus wil jij daar meer over weten? Nou, Jouke duidelijk niet. Dan blijf zeker kijken. Zoals ik zei, we gaan vandaag aan de gang met het werk aan de lange teugel. En wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig een paard. Ik werk altijd met een singeltje. Je kan ook zonder single werken, maar vooral in het begin zou ik je zeker adviseren om met een single te werken. En natuurlijk een lange teugel. En ik werk op een bit, dus ik heb er een bitje in hangen. Je kan het natuurlijk ook gewoon bitloos doen als je dat graag wil. Het is misschien handig als je paard nog nooit aan de lange teugel gewerkt heeft, om de eerste keer te starten met de lijnen redelijk laag. En we maken twee directe lijnen. Dus de lijnen gaan direct van je hand naar het bit. Dus je ziet dat hij aan het bit vast zit. Jouke, even blijven staan, jongeman. En door de single naar het bit toe. Deze ook. Het voordeel van een wat lagere lijn om mee te starten is dat je je paard wat makkelijker tussen je lijnen kan houden. Want als je paard nog niet snapt dat hij naar voren moet lopen terwijl jij daarachter staat, dan heb je kans dat hij heel graag wil omdraaien naar je toe. En op deze manier kan je hem iets makkelijker ertussen houden dan als je ze hoger erin zet. Ik ga hem straks wel omhoog zetten. De positie, ga niet hier recht achter je paard staan. Je beste positie is of naast je paard, dus eigenlijk langs zijn billen, of echt ruim erachter. Kijk, want als je hier staat en hij zou achteruit slaan, dan raakt hij je niet. Is het nog steeds impressive, maar hij kan je hier niet meer raken. Tenzij dat hij echt achteruit gaat lopen en doet om je te raken. Maar haal er dan maar ook weer professionele hulp bij, want dan is je paard niet zo aardig en dat is niet fijn. Zelf zou ik je adviseren, als je dus gaat starten de eerste keer, pak dan gewoon lekker die afstand. Je hebt de paard dus voor je staan, tussen de lijnen. Jouke kent het natuurlijk, dus die gaat niet meer draaien, maar veel paarden gaan wel draaien. En dan kan je dus met die lijnen wel continu terugdraaien. Als je paard dat begrijpt, dan kan je zeggen, oké, we gaan een stukje stappen. Eigenlijk dezelfde disclaimer als bij het werk aan de dubbele lunge. Als je het nog nooit gedaan hebt, haal er de eerste keer even professional bij. Want als het echt lastig is, dan is het fijner ook voor je paard om het in één keer goed te leren, dan dat je heel erg rommelt en er niet uitkomt. Nou, Jouke heeft er waanzinnig veel zin in, dat zien we allemaal. Maar we gaan toch even wat doen, jongen. Yes, dus dit is eigenlijk heel fijn. Het is eigenlijk ook meteen de basis voor je mennen om je paard gewoon uit te gaan leggen. Hé, als ik naar links stuur, wil ik graag linksaf. En dan moeten we niet bellen ondersteboven lopen. En als ik naar rechts stuur, wil ik graag rechtsaf. En wat eigenlijk hierbij belangrijk is, stuur niet zozeer linksaf door je linkerteugel binnen te halen. Maar stuur vooral linksaf of rechtsaf door je buitenste teugel toe te staan. Want als ik dus die teugel naar voren toe duw, dan zie je eigenlijk vanzelf dat mijn paard die kant op beweegt. En dan kan ik natuurlijk heus mijn binnenteugel wat korter maken, want ik krijg daar dus meer lijn. Maar door hem dus te geven, kan ik hem sturen. En dat is dus iets anders dan als je vanuit deze positie aan je paard gaat trekken. Dus door te geven, stuur ik. Dus je ziet nu ook dat mijn buitenhand echt goed naar voren bewogen is, zodat ik hem teugel kan geven. En dat geldt dus ook als ik de andere kant op wil. Ik ga dan eerst mijn buitenteugel geven en die haal ik daarna mijn binnenteugel binnen. Want daar blijft teugel over. Wat gebeurt er als ik nou vanuit de standaardpositie aan de teugel ga trekken? Dan trek ik mijn paard om. Je ziet ook meteen dat hij zijn mond opent. Is niet fijn voor hem. En eigenlijk rem ik hem dan dus ook op mijn buitenhand, omdat hij dus niet meegeeft. Dus als je gaat sturen, je buitenhand toestaan en dat opvangen met je binnenhand. Dat is hoe sturen eigenlijk hoort te gaan. Op het moment dat je merkt, even deze kant op jongen, dat het stappen goed gaat, is het natuurlijk nog eens heel belangrijk om met je paard te oefenen. En dat is het halt houden. Niet onbelangrijk. Probeer eigenlijk nooit, sowieso nooit, op twee teugels halt te houden. Als je op twee handen halt houdt, dan geef je eigenlijk je paard de gelegenheid om er tegenin te gaan duwen. Dus probeer niet te remmen zoals ik nu doe op twee handen, want je ziet daar eigenlijk jou ook meteen wat strak in worden. Probeer, als je remt, altijd voornamelijk op je buitenhand te remmen. Even jou ook weer een beetje los van mijn lijn. Dus op het moment dat ik wil remmen, sluit ik mijn buitenhand. Jou, ik word er nog wel een beetje strak van.
Maar je ziet dat ik eigenlijk met mijn binnenhand niks gedaan heb. Die houdt hem hooguit recht. Dus op het moment dat hij naar buiten toe wil, naar die hand toe wil bewegen, houdt hij hem recht. En daarna, heel belangrijk, weer wat ruimte op je teugel. Dus niet eraan blijven trekken, want ja, hij kan niet meer dan stilstaan. Op het moment dat ik achteruit wil, ook een hele fijne oefening om in je basis al een keertje mee te nemen. Je vraagt hem eigenlijk naar voren. Je sluit je hand op het moment dat hij naar voren wil. Dan zie je dat ik dus eigenlijk wel een losse teugel naar achter haal. En hoe werkt dat? Ik vraag dus eigenlijk eerst aan een relatief zachte verbinding beweging. Kom. En op het moment dat hij gaat bewegen, sluit ik mijn hand. Dus zeg ik, je kan niet naar voren toe. Gaan we terug. En op het moment dat hij dus niet naar voren kan, gaat hij eigenlijk al vanzelf achteruit. Want ik heb beweging gevraagd. En dan zie je dat ik hem dus niet terug aan mijn hand naar achter hoef te trekken. En daardoor kan die ook zacht blijven in zijn mond. Terwijl ik zie te veel mensen die in de terug hun paard naar achter gaan trekken. Die gaan dus aan hun paard trekken om hem achteruit te krijgen. Maar je ziet eigenlijk al meteen dat jouw kuur dan minder mooi zacht blijft in die verbinding voor, omdat ik er de hele tijd aan trek. Dus dat is ook niet zo heel gek. Ja, zoals je hebt gezien heb ik een menszweep hierbij gebruikt. Je kan ook een lange dressuurzweep pakken. Een longeerzweep is eigenlijk wat te zwaar om hiermee te werken. Ik hanteer hem graag bovenlangs, dus je ziet dat ik de zweep eigenlijk continu boven mijn paard heb hangen, zodat ik hem op zijn billen kan aanraken, maar eventueel ook aan zijn linker of aan zijn rechterkant, om hem wat te sturen. Dus ik gebruik mijn zweep wederom als hulp, dat is eigenlijk hetzelfde als mijn been. Ik heb jullie in deze video's eigenlijk alles uitgelegd over de basis van het werk aan de lange teugel. Er komt nog een video over het meer gevorderde werk, dus als je dat ook wil weten, dan zeker abonneer op het kanaal. Want dan blijf je op de hoogte wanneer die video online komt. En natuurlijk van alle andere toffe video's die we nog gaan maken. Als je het een leuke video vond, vergeet dan niet, doe even een duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!